Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenpodcast. Vandaag in de uitzending hebben we Ilias Admi, de kinderburgemeester van Amsterdam. Naim Abid, motivational speaker en een van de jongste ondernemers van Nederland. We gaan het gesprek aan over jong leiderschap en ondernemerschap. We gaan de straat op met de straat praat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom, Naim. Ilias, ja. bij Lab 6. Ilias, ik ga met jou beginnen. Ja. Leuk dat jullie allebei zijn gekomen. Zou jij jezelf willen voorstellen aan iedereen die thuis kijkt en vertellen wat je precies doet? Ik ben Ilias, de kinderburgemeester van Amsterdam. En samen met de kinderraad probeer ik Amsterdam beter te maken voor kinderen. Zodat hun ook hun mening kunnen geven en dat ook hun worden gerespecteerd volgens het kinderrechtenverdrag. Je bent ook de eerste kinderburgemeester van Amsterdam. Klopt. Oké. Okay. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij dacht, ik wil graag kinderburgemeester worden? Nou, eigenlijk wist ik niet eens dat ik kinderburgemeester bestond. Want het was dus in de herfstvakantie. Toen was ik online en toen zag ik van kinderburgemeester van Amsterdam gezocht. Van iemand mag kinderburgemeester Amsterdam zijn. Dan dacht ik van, ja, want mijn ouders hebben me geleerd, elke kans die je krijgt, moet je gewoon met beide handen pakken. Toen had ik dezelfde dag nog een filmpje gemaakt en geëdit en opgestuurd. En door de jury werd ik toen gekozen. Staat dat filmpje ook online? Nee, staat niet online. Het is echt ingestuurd bij de gemeente? Ja, het is echt ingestuurd bij de gemeente. En wat motiveerde jou om dan zo'n filmpje te gaan maken? Nou, stel voor, ik was kinderburgemeester van alle mooie dingen die ik dan mocht doen. Zoals naar de premier ontmoeten, wat ik heb gedaan. Ik mocht ook 4 en 5 mei doen. Helaas is dat niet doorgegaan vanwege corona. Toen kon ik ook de koning ontmoeten als ik wil. Ik kon de burgemeester ontmoeten. En een heel mooi netwerk opbouwen. Ja. Ja. Maar je denkt nu al aan netwerk. Klopt. En waarom denk je er nu aan? Hoe oud ben je nu? Ik ben 11. 11 jaar? Ja. En wat had je verwacht als je een netwerk opbouwt? Wat kan je dan doen? Ja, misschien later als ik iets nodig heb, weet je. Ik kan het altijd vragen. Van pas komen? Ja, het kan altijd van pas komen. Goed zo. Hoe heb je het eigenlijk voor elkaar gekregen? Want ik bedoel, je hebt je video ingestuurd. Ja. En toen? En toen was het wel wachten. En het was ook wachten. En ik had gewoon een gevoel van, nee, het gaat er niet worden. Ik ben geen kinderburgemeester. Dus op een gegeven moment had ik het ook. Toen vroeg ik aan mijn moeder, van, heb je al een mailtje gekregen? Zij zei, nee, ze hebben het een week verzet. Omdat ik was kinderburgemeester geworden, maar ze mocht het nog niet vertellen. Oké, okay, maar je moeder wist het wel? Ja, mijn moeder wist het wel. Dus ze moesten allemaal smoesjes verzinnen. En toen op een dag toen vertelde ze van, ja, je vader is werknemer van het jaar geworden. Dus als ze komen, moet jij de deur open doen. Want dan kan je ze binnenlaten. En toen deed ik de deur open. En toen stonden daar de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost en de wethouder van onderwijs stonden voor de deur. En die maakte, toen hebben we toen gezegd van, ja, jij bent de kinderburgemeester van Amsterdam. Wat deed het met je? Ja, ik was echt helemaal in shock. Ik had echt een. Ja, ik was heel erg blij. Ja. Ja. Maar ik bedoel, je vader was uiteindelijk niet de werknemer van het jaar geworden. Nee. Oké. Okay. Ja, dat is toch superleuk. Klopt. En wat staat er nu zeg maar boven aan je lijstje als kinderburgemeester? Dat de kinderen veilig zijn in deze tijd, de coronatijd. Want eigenlijk moeten ze altijd veilig zijn. Maar vooral nu, deze tijd is een gekke tijd. Dus. Ja. En een veiligheid, waar moet ik dan aan denken? Veiligheid is gewoon om, ja, dat ze niet snel besmet raken met het virus. Ja. Dat ze zich ook aan de richtlijnen houden. Dus ja. Dat soort dingen. Heb je ook mensen ontmoet in de tijd dat je dat nu met de corona? Of heb je vrij weinig kunnen doen? Ik heb niet per se veel mensen ontmoet. Maar ik heb wel heel veel interviews gehad over wat ik nu kan doen. Nu kinderburgemeester ben voor de kinderen in Amsterdam. Ja. Zijn er ook kinderen die jou benaderen? Er zijn sommige kinderen, maar het gaat niet per se altijd over corona. Het was bijvoorbeeld, ik had ook een keertje een brief gekregen over dat ze niet blij waren met de waar ze waren ingelood voor welke school. Ja. En daar ging ze toen bij helpen. Ja. Ja. Nee, lijkt het jou niet om kinderburgemeester te zijn? Nou, zelf interesseert politiek mij niet heel erg of zo. Nee. Dus kinderburgemeester, nee, niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik denk misschien, hè?
Had je ook die ambitie? Nee. Wat is jouw indrukwekkendste moment, Ilias, wat je hebt meegemaakt als kinderburgemeester? Toen ik de minister-president ontmoette, ja, dat was wel, weet je, niet iedereen kan de minister-president zomaar ontmoeten. En toen zag ik hem daar. Nee, was daar ook bij. Klopt. Ja, en het was wel heel indrukwekkend. Ja. Ja. Heb je met hem gesproken? Ja. Ja? Het was ook heel grappig, want hij noemde me edelachtbare de hele tijd. En heb je hem ook wat vragen kunnen stellen? Ja, ik had hem wat vragen gesteld. Bijvoorbeeld, nou, dat was niet, zeg maar, ik had hem niet de vraag gesteld, maar een lid van de kinderraad had de vraag gesteld. Het ging over of hij nog tips had wat wij kunnen doen voor de kinderen in Amsterdam. Ja. 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 Heb je ook nog met Rutte gesproken, de premier? Nee, ik had hem helaas na het evenement kon ik hem niet meer spreken. Hij was heel druk met foto's en zo, maar ik heb hem wel binnen zien komen. Okay. Ilias had hem verwelkomd toen, dus. Klopt. Ja. Heb je nog een afspraak met hem gemaakt van we gaan nog een keer Marokkaans theetje drinken? Hè? Nee, niet per se dat, maar ik had wel aan hem gevraagd van misschien kan ik een dagje met je meelopen. Zei ja, lijkt me wel leuk, maar. Ja, tot nu toe nog niet. Het is ook een drukke periode, denk ik, ook geweest nu met de maatregelen. Zeker, zeker. Dus, en al de persconferenties dus. Ja, ze hebben het hartstikke druk. Ze werken 24 uur per dag, zeg maar. Inderdaad. Ja. Want ik sprak jou een tijdje geleden en toen vroeg ik nog aan je van wat zou je graag willen worden? Ja. En toen zei je? Ik zei, ik weet het nog niet. Nee? En uiteindelijk zei ik van minister-president. Juist, ja. Dat was hem. Klopt. Ja, ja. Wil je dat nog steeds? Lijkt me, ja, zeg maar, het lijkt me wel leuk, maar ik denk niet dat ik al die verantwoordelijkheid aan kan. Nee, misschien niet nu, maar misschien als je wat ouder bent. Inshallah. Ja. Lijkt het je wel leuk om minister, want het is hard werken. Klopt. Ja, dat is super hard werken. Heel hard werken. Ja, goed. Dromen is altijd goed, toch? Inderdaad. En gewoon doelen voor jezelf stellen. Wat doe je graag in je vrije tijd, Ilias? Ja, ik denk wel, net als ieder kind, gewoon voetballen en gamen. Gewoon buiten spelen lijkt me wel leuk. Ik kan ook gewoon met mijn vrienden chillen. Ja. Ja. In de afgelopen tijd ben je natuurlijk niet fysiek naar school gegaan. Hoe was dat voor jou? Het was... Het was niet per se niet fijn, maar het was ook wel niet fijn. Ja. Ja, het is een beetje raar. Want het was, zeg maar, ik vind het wel chill als bijvoorbeeld de juffrouw dan me één op één uitlegt. Dat vind ik wel chill. Maar het was ook wel weer fijn, weet je, dat je niet elke dag naar school hoeft te gaan. En dat je ook een beetje zelf kon bepalen. En dat je niet aan de tijd van school hoeft te houden. En dat je gewoon eerder met je werk klaar was en zo. Ja, ja. Ik kon af en toe het scherm uitzetten als je even snel weg, snel weg wil gaan. Want dat ging dan via Zoom? Ja. Of via een andere... Via Zoom en dan moest ik inloggen met een meeting ID en een paswoord. Zag je allemaal poppetjes zitten? Ja. Ja. Kijk, alles kan, maar je kan niet afkijken. Dat is een stuk lastig. Heb je ook toetsen gehad of dat niet? Ja, ik heb wel rekentoetsen, spellingtoetsen en taaltoetsen gehad. Ja. Maar niet echt CITO. Want wel een oefencito, maar niet echt de CITO. Want je zit in groep 8, ja. als ik het goed heb. Volgend jaar ga je naar de middelbare school. Ja. Wat ga je doen? Ik ga inshallah HAVO doen. HAVO? Ja. Superleuk. Ja. Ja. Dat is, kijk je ernaar uit? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ja? Nieuwe school? Nee, dan vind je het niet erg om je schoolvrienden achter te laten? Nou, niet per se. Want heel veel van mijn vrienden gaan niet naar dezelfde school, maar ze gaan ook wel naar scholen in Zuid. Dus ja. Ja, het is niet per se. Je gaat ze nog wel zien? Ja, dat hoop ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, maar hoe combineer je de burgemeesterschap en naar school gaan dan? Ja, daar wordt, zeg maar... Er wordt de rekening mee gehouden met mijn agenda. School gaat sowieso altijd voor. Het is maar één keer voorgekomen dat ik dan onder schooltijd ergens naartoe moest. Dat was toen bij ik weet niet meer hoe ik dat noemde. Het was voor het klimaat van Amsterdam tot 2050. En dan moest ik iets ondertekenen. Dat was voor een uurtje en daarna ging ik weer terug naar school. Ja, want je moest wat ondertekenen, maar je zet je ook in voor het klimaat. Klopt. Samen met de kinderen proberen wij ook Amsterdam, ja, zeg maar, gewoon beter te maken met het klimaat. Ja, want hoe vaak zit je met de kinderraad? Één keer per maand. Eén keer per maand. En hoeveel jongeren, of tenminste hoeveel kinderen zitten er in de kinderraad?
Even kijken, even snel. 15. 15? Ja. Dat is een grote groep. Klopt. En bellen jullie ook elkaar op om elkaar adviezen te geven? Ja, via Zoom doen we dat soms. En we hebben ook gewoon elkaars nummer. Dus. Ja. Ja. Dus jullie hebben aardig wat overleggen gehad. Klopt. Ja, en dan gaat het de ene keer over klimaat. Wat is je het meest bijgebleven? Wat is de vraag van jongeren, zeg maar? Wat willen jongeren heel graag? Kinderen. Ze willen... Ja, ik weet niet. Ze willen eigenlijk wel alles, maar... Het meeste gaat wel vaak over veiligheid. Ja. Ja. Want heb je het idee dat de jongeren zich onveilig voelen? Of is het nu voornamelijk met de coronatijd? Met coronatijd was het wel meer, maar ook met de tijd dat iedereen met messen liep, voelde ze zich onveilig. En ja. En wat voor signalen krijg je dan? Mailtjes en brieven. Oké. Moet je die dan ook zelf allemaal lezen en behandelen? Ja, wel. Ja. Ja. Mail je ook zelf terug? Ja. Oké, bijzonder. Ja. Ja. Hey, super, super leuk om te horen allemaal. Ja. Hey, maar wat vinden je vrienden eigenlijk? Of je neefjes of nichtjes of je zusje of je broer? Wat vinden die ervan dat je burgemeester bent? Zeggen ze nooit van, hey, ken je niet wat voor me regelen? Of, Nee, ze zijn wel super trots op mij. Ja. Ja, en af en toe vragen ze wel, mag ik daar naartoe of mag ik daar mee naartoe? Ja. En dan zeg ik wel altijd van, ja, kom maar mee. Maar soms kan het ook niet. Maar ja. Ja. Heb je het idee dat soms kinderen het ook onderschatten wat je allemaal moet doen? Nee, soms denken ze, overschatten ze het juist zelfs. Ja? Dan denken ze dat ik hetzelfde doe als de minister-president. Dat je het gewoon super druk hebt. Ja, maar ik heb het ook wel druk, maar ik heb het niet zo druk als de minister-president, nee. Ja, want toen ik jou moest berichten, moest ik via je assistent een afspraak maken. Ja, nee, klopt. Ze willen, tenminste de team dat achter mij staat, wil het eerst altijd dat, dat je naar me toe mailt. En daarna dat ze... Ja, krijg je veel mailtjes binnen? Daar ga ik niet zelf over, maar meestal wordt wel belangrijke mailtjes naar me doorgestuurd. Dus het zijn best wel vaak mailtjes, ja. Tot wanneer ben je nu kinderburgemeester? Tot november. Tot november? Ja. Ja. En zit er nog een kans in dat ze het nog even door kunnen trekken? Of? Ik denk het niet, nee. Wat wil je nog echt doen voordat het allemaal ophoudt? Wanneer Ajax kampioen wordt, wil ik met hun op het podium staan. Oké, nou. Ja. Ik zou zeggen, zeg het maar in de camera. Dat als ze kampioen worden. Als jullie kampioen willen worden, wil ik met jullie op het podium staan. Nou, jullie horen het. Ja. Nou, te gek. Dankjewel, Ilyes. Alsjeblieft. En ik wens je natuurlijk al het succes in de wereld. Ja, dankjewel. Wij gaan naar de straat praten. En we gaan de meningen aanhoren van de jongeren. En kijken wie hun rolmodellen zijn en wat hun willen bereiken in hun leven. Kijk even mee. Wie zijn jullie voorbeelden of rolmodellen? Mijn voorbeelden zijn mijn ouders. Omdat hun veel voor me hebben gedaan. En ik ook veel van hun heb geleerd. Dat zijn mijn ouders. Ik kijk heel erg op naar hen. Mijn voorbeeld is gewoon mijn familie. Wat is je grootste ambitie en wat wil je bereiken in je leven? Mijn grootste ambitie is voetbal. En ik wil graag profvoetballer worden. Ja, ik wil gewoon mijn school goed afmaken en gewoon een goede baan vinden. Ik wil ook mijn school afmaken en gewoon een goede baan en ver komen in het leven gewoon. En hoe wil je dat gaan bereiken? Ik wil dat bereiken door goed te trainen, veel te trainen. En gewoon me bezighouden met goede dingen, zodat ik dat kan doen. Ik wil het gaan bereiken door hard mijn best te doen en gewoon alles geven wat ik kan. Door gewoon alles te geven. Wat betekent leiderschap voor jou? Leiderschap betekent voor mij eigenlijk niet zoveel. Omdat ik eigenlijk gewoon standaard ben. Ik ben geen leider. Dus het eigenlijk maakt mij niet zoveel uit. Leiderschap betekent voor mij dat je een groep kan leiden. Leiderschap betekent voor mij gewoon je best doen om iedereen gewoon goed neer te zetten wat ze moeten doen. Dat
was De Straat Praat. Nou, super interessant altijd om te horen wat de jongeren in hun leven willen bereiken. We gaan nu het gesprek aan met Naeem. Abbott, als het goed is. Abbott. Als ik het goed uitspreek. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Naeem. Mijn naam is Naeem Abbott. Ik ben 15 jaar oud. Ik ben motivational, inspirational speaker en ik ben ondernemer. Je bent ondernemer. Ja. Je bent een eigen onderneming gestart. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, ik heb al 12 jaar lang de ziekte van Lyme. De chronische ziekte van Lyme. We zijn er pas 2 jaar geleden achtergekomen. Ik ben nu 15 jaar. En ik moest toen beginnen met alternatieve behandelingen. En dat wordt niet vergoed in Nederland momenteel. Omdat de chronische ziekte van Lyme niet erkend is. Dus toen ben ik mijn eigen kledingmerk begonnen. Om zo te kunnen betalen voor mijn behandelingen en medicatie. Zijn die behandelingen prijzig? Ja, die behandelingen zijn zeker wel prijzig. Ja. Ja. En heb je met je onderneming, kon je dat zelf gaan bekostigen? Ja, zeker. Dat is echt gelukt, ja. Ja. Oké. Okay. Aan wat moet ik dan denken? T-shirts, petjes? Ja, een eigen kledingmerk. Dus t-shirts, petten. Ja, voornamelijk dat. Ja. Ja. Nou, super, super leuk. Zou je kunnen vertellen hoe je Lyme hebt gekregen en hoe je erachter bent gekomen? Ja, ik ben op mijn tweede gebeten door een teek, achter mijn oor waarschijnlijk. Want ik had toen op mijn tweede begon ik had ik een opgezwollen rode oor. Ja. Toen begon ik ook koortsklachten te krijgen, dus over het achteraf herleid. Ik ben er 2 jaar geleden achter gekomen, dat is op mijn 12e. Toen kreeg ik ook last van psychische klachten. Dus paniekaanvallen, angst in mijn hoofd. Toen zat ik op middelbare school in de tweede klas. En toen ging het eigenlijk niet meer. Toen zijn we heel hard gaan zoeken, mijn ouders vooral. En toen zijn we per toeval eigenlijk bij een bioresonantietherapeut zijn we erachter gekomen. Ja. Zijn er dingen die je niet kon of kunt doen door dat je Lyme hebt? Ja, ik kan nu alhamdulillah steeds wel meer. Maar van echt 2 jaar lang op de bank liggen, ik nu wel weer gewoon sporten. Ik kan gedeeltelijk naar school. Dus. Want je hebt ook een gedeelte school gemist? Ja, zeker weten. Ik ben in de tweede heb ik 5 maanden lang thuis gezeten. Toen heb ik moeder heel hard thuis gewerkt. En toen ben ik toch nog overgegaan naar 3 VWO. En nu doe ik een vervroegd profielkeuze. Dus okay. Ik heb zeg maar profielkeuze van 4 VWO heb ik al een derde. Dus ik heb al heel veel vakken laten vallen. Ja. Ja. Dus je doet nu VWO, toch? Ja. Maar dat is toch bijzonder. Ik ben 1 jaar blijven zitten vorig jaar in 3 VWO. Oké, okay, maar dat is toch best bijzonder. Ik bedoel, je hebt natuurlijk aardig wat gemist. Dus dan zou je eigenlijk verwachten dat je een achterstand zou hebben. Ja. En uiteindelijk heb je dat toch wel weer weten in te halen. Ja, ik heb alles thuis zoveel mogelijk bijgehouden. Ik ben dus 1 jaar wel blijven zitten. Toen heb ik echt voor rust gekozen. Ja. En nu dit jaar ben ik weer begonnen. Ja. En dat gaat heel goed. Schooljaar is ook wel bijna voorbij. Dus. Ja. Zijn er los van school ook nog andere dingen die je niet kon doen? Ja, heel sociale leven stopte eigenlijk. Ik kon geen leuke dingen meer doen. Dat is wel wat ik heel erg heb gemist. Dat kon ik voornamelijk voorheen ook al niet echt. Omdat ik heel veel last had van lichamelijke klachten. Maar toen die psychische klachten kwamen, toen werd het wel heel zwaar. Ja. Ja. En wat deed dat met je, die psychische klachten? Angsten, paniekaanvallen. Je gaat aan jezelf twijfelen. Dus je gaat denken op een gegeven moment dat het aan jezelf ligt. Dat je je aanstelt. Omdat iedereen om je heen zegt van ga naar school, weet je. Er is niks aan de hand. En, Ilias, jullie hebben elkaar al eerder ontmoet. Dat zei je net al. Ja. Wist je voor die tijd al wat Lyme inhield? Ja, ik had er wel af en toe bij het jeugdjournaal over gehoord. Ik had ook een aflevering met jou gezien. Wat zou een kinderburgemeester hieraan kunnen doen? Of kunnen betekenen voor andere kinderen met een chronische ziekte? Ik denk veel. We kunnen ervoor zorgen bijvoorbeeld dat ze in plaats van in een dip zitten, zeg maar, dat ze weer vrolijk worden met, ja, ik weet het eigenlijk niet, maar ja. Ik denk dat we wel veel voor hun kunnen betekenen. Kom je dit ook wel eens tegen op de agenda? Hoe bedoelt u? Niet specifiek over Lyme, maar gewoon over jongeren met chronische ziektes. Nee, niet zo vaak. En dat vind ik eigenlijk ook best wel jammer. Ja, want volgens mij heb jij wat ondertekend toen bij de Tweede Kamer, als het goed is, toch? Daarvoor ook? Nee, ik heb niks ondertekend. Nee? Of je moest een keer bij de Tweede Kamer moest je... Ja, ik heb ooit deelgenomen aan een ronde tafelgesprek. Dat ging over chronische ziektes, wat betreft school ook. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor jongeren met chronische ziektes. Maar vooral dat er meer begrip is op scholen. Ja. Dus op deze school is het heel fijn. Heb ik een aangepast programma. Maar dat is... Lang niet op alle scholen zo maakt ze dat mogelijk. Hey, en wat geeft jou de kracht op momenten dat je het moeilijk hebt?
wat mij de kracht geeft op het moment dat ik moeilijk heb. Ten allereerste mijn geloof. Ja. Maar ook mezelf. Toen ik zo ziek was, had ik geen tijd om naar andere mensen te kijken en andere mensen mezelf te laten inspireren. Dus ik heb heel veel ook mezelf geïnspireerd en gemotiveerd. En dat is eigenlijk met de kleinste, gekste dingen. Zoals ja. familiebezoek. Dat je motivatie is om ja, gewoon door te gaan. In het dagelijks leven. Ja. Wat heb je over jezelf ontdekt in de afgelopen jaren? Nou, nu ik steeds beter word, ik begin mezelf eigenlijk echt een beetje te ontdekken, denk ik. Van altijd een beetje in mijn hoofd geleefd hebben, verlegen, niet lekker. Ja, naar heel erg mezelf. Dus ja. Zijn er kwaliteiten naar boven gekomen die... Want je zei al net, ik heb paniekaanvallen, ik werd onzeker van mezelf. Ja. Zijn er dingen in één keer naar boven gekomen waar je nooit aan had gedacht en dat dat nu toch gebeurt? Je bedoelt zeg maar iets wat ik heb ontdekt, wat ik eerst niet... Ja, voor jezelf. Ja, ik heb ontdekt dat het leven eigenlijk heel veel minder belastend is dan als je, dat je niet weet dat je ziek bent. Dat was voor mij op een gegeven moment normaal. Dus dagelijks migraine hebben, hoofdpijn hebben. Op een gegeven moment dacht ik dat iedereen dat had. Dat iedereen elke dag hoofdpijn had. Ik heb de hele basisschool hoofdpijn gehad. Maar ik ben vooral heel dankbaar dat ik nu de energie heb om naar zo'n podcast te kunnen komen, bijvoorbeeld podcasts. Ja, om dingen te ondernemen, om weer naar school te kunnen gaan. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja. Ja. Waar zien we jou over 10 of 20 jaar? Wat zou je nog eigenlijk graag willen bereiken? Even denken. Over 10 of 20 jaar wil ik inshallah een internationaal bekend platform hebben. Waar ik inspirerende ontmoetingen vastleg met mensen. De wereld een stukje beter maken. Door mijn verhaal te vertellen. En mensen laten realiseren dat je jezelf ook vooral moet inspireren en motiveren. Ja. Merk je dat doordat je je eigen verhaal doet, dat je ook berichten krijgt van andere jongeren met chronische ziektes? Ja, zeker weten. Toen ik dus Lijmis ben begonnen, het kledingmerk, ook naar het NRC-journaal, heb ik heel veel berichten gekregen van ik heb die klachten ook. Maar ook wat goed dat je dit doet. Wat goed dat je vol hebt gehouden al die tijd. Ja. Dat is wel hele positieve reacties. Ja. Want ben je nog steeds bezig met Lijmis, de kledingmerk? Het kledingmerk is nu gestopt. Okay. Ik heb een paar maanden geleden, ongeveer... heb ik een prijs gewonnen bij de Rabobank. Okay. Van 10.000 euro, een prijs tussen jonge ondernemers. Dus, en ik heb besloten om eigenlijk iets heel anders te gaan doen. Geen product meer, maar ook omdat ik zelf weet dat ik beter word. Dus ik wil positiever in. Ik wil, ik word beter. Dat heb ik voor mezelf als doel gesteld. Dus vandaar dat ik ook van dat Lijmis lijm af wil. Ja. Dus, ja. Maar wil je er nog wel voor inzetten? Ja, zeker weten. Ik wil me zeker altijd voor zieke mensen blijven inzetten. Chronische zieke mensen. Ik wil ook zelf altijd mijn verhaal blijven vertellen. Dat ik ziek ben geweest en nu beter aan het worden ben. Ja, zeker. Kun je wat meer vertellen over het platform? Of is het toch allemaal diepste geheim? Ja, het wordt nu nog wel aangewerkt. Ik heb er heel lang sowieso aangewerkt. Maar het platform gaat heten Naïm. Dat is gewoon mijn naam. Join the Reboost for the World. Dus, oké. Okay. Het is de bedoeling dat het niet nationaal, maar internationaal wordt. Internationaal, zeker weten. Okay. Een soort interviews met inspirerende mensen. Ja. Leuk. En ga je dan de interviews in het Engels doen? Ja, internationaal. Dus dan met Engels ondertiteling of in het Engels, inderdaad. En je mag ook mijn plek innemen als je wilt. Ja, we zoeken nog, een jongere die het hartstikke goed kan. Volgens mij kan je het hartstikke goed. Ja, dankjewel. Nou, ik wil jullie eigenlijk allebei ontzettend bedanken. En ik ben ontzettend ook trots op jullie. En voel me ook wekelijks, tenminste werkelijk vereerd... dat jullie beiden te ontvangen als tafelgasten. Ja. Wederzijds. Ja, ik wens jullie ook allebei echt veel succes. Ook veel sterkte en beterschap. Ja. Dit waren de jonge leiders. Mijn naam is Abitunsi. En dit was Lab 6.